Nou, zoals je kan zien, het is over 4 minuten beginnen we en ik heb hier mijn speech. Dankjewel. Nou, dames en heren, welkom bij onze lezing What the Fuck Lecture La Luz in samenwerking met Nomads. En eigenlijk wil ik het woord aan Jordi en Jacqueline Ramon geven. Nou, dankjewel Evert voor je introductie. Dankjewel. En wij vonden het wel heel erg leuk om hier te vertellen wat wij hebben meegemaakt. Wij hadden een aantal weken geleden nog een heel ander beeld van hoe ons jaar zou lopen. En dat is ingrijpend veranderd. Eigenlijk hebben wij iets gedaan, met z'n allen nogmaals, wat een aantal weken geleden niemand voor mogelijk had gehouden. Ja, we hebben met z'n allen eigenlijk de bank gebypast. En we hebben daarbij verschrikkelijk veel exposure gekregen. We hebben heel veel mensen aangesproken met wat wij hebben gedaan. En eigenlijk het enige wat wij gedaan hebben, is geprobeerd ons hachie te redden. Dat is eigenlijk het enige wat wij deden. Ik zal even heel kort vertellen wie wij zijn en wat wij doen. Als een beetje een aanloop naar waar het over gaat. Jacqueline en ik zijn eigenaar van La Luz Events & Catering. Heel klein, lief bedrijfje met z'n tweeën. Helemaal niks spannends, helemaal niks groots. En Jacques is dat 6 jaar geleden begonnen. Wat doe ik graag? Waar ligt mijn passie? Waar ligt onze passie? Koken, het organiseren van feestjes en dergelijke. Mensen. Dus mensen zijn haar passie, zijn onze passie. Maar toen met name natuurlijk ook haar passie. En dat is ze begonnen. 3 jaar geleden ben ik eigenlijk bij Jacques ingestapt. En hebben we zo samen van onze passie ons beroep kunnen maken. En dat gaat eigenlijk steeds beter. Elk jaar een beetje beter. Nieuwe klanten erbij. Klanten komen terug. Leuke opdrachten. En wij zijn helemaal blij. De toekomst zag er in principe rooskleurig uit, dachten wij. We hadden het allemaal een beetje geregeld. Maar we hadden toen helemaal geen enkel idee dat de grootste test van ons ondernemerschap nog zou komen. Wij dachten, we gaan er eindelijk een keer doorheen rollen. We beginnen dit jaar, we doen wat klusjes, helemaal top. Nou ja, wat er toen gebeurde was eigenlijk iets wat we helemaal niet hadden zien aankomen. Wat we misschien wel hadden kunnen zien aankomen. Maar we zagen het helemaal niet aankomen. De Rabobank besloot ons een brief te sturen. Uit het niets, net op het moment dat wij lekker aan het ondernemen dachten te zijn. En die deelden ons mee dat de kredietlijn die we hebben, een flexibel krediet, dat per kwartaal wordt bijgesteld, naar beneden zou worden bijgesteld. Omdat onze omzet daalde. Dus we hebben een omzetdaling. Maar inderdaad, we hebben te maken met een omzetdaling. We hadden namelijk een verschrikkelijk goed derde kwartaal in 2008. Echt waanzinnig goed. En daarna hadden we een heel goed vierde kwartaal, wat altijd ons beste kwartaal is. Maar dat was minder dan dan het derde kwartaal. Dus de bank signaleerde een omzetdaling. En die dacht van, nou, ze hebben een flexibel krediet. Ze zitten in een omzetdaling. We gaan hun krediet naar beneden bijstellen. Geniaal natuurlijk, dat als je geld nodig hebt, dat je krediet wordt bijgesteld naar beneden. En het gekke is, met een flexibel krediet ben je, op het moment dat je goed draait, ben je in het bezit van heel veel krediet, terwijl je het niet nodig hebt. En dan als het iets minder gaat, een kwartaal, trekken ze het krediet weg. Nogmaals, een geniale manier van handelen van de bank. Dus wij belden de bank en ik vroeg naar mijn accountmanager. En we zijn een heel klein bedrijfje en we zijn niet interessant, dus we hebben altijd een andere accountmanager. Afgelopen 4, 5 jaar heb ik nog nooit dezelfde persoon gesproken. En ik kreeg nu ook weer een heel andere accountmanager. Iemand die mij helemaal niet kende, die het bedrijf niet kende, die helemaal niet wist waar het over ging. Maar hij was wel bereid te luisteren. Ik legde hem het verhaal uit wat jullie net uitlegden. Ik zeg, jongens, dit gaan we zo niet meer trekken. Dat krediet moet vast worden gezet, want dit hebben we juist nu heel erg hard nodig. Nou, hij zegt, ik begrijp je verhaal, stuur me je cijfers op en dan kijk ik er eens naar. Dus ik heb binnen een uur heb ik al onze cijfers van de afgelopen jaren gestuurd, prognoses van het komende jaar. En dat zag er eigenlijk heel erg goed uit. En die man belde me binnen een uur terug en die zegt, nou meneer Ramon, het ziet er inderdaad eigenlijk wel heel erg goed uit. En maandag hadden we een afspraak, maandagmiddag en een uur voor de afspraak word ik gebeld door de bank. En dan zegt meneer Ramon, we hebben straks een afspraak. Ik zeg, ja, dat klopt. Hij zegt, maar gaat niet door. Ik zeg, oh, waarom niet? Nou, hij zegt, u heeft een BKR-melding. En de policy van de bank is dat wij niet praten met ondernemers met een BKR-melding. Je zegt, maar hoe kan dat nou? We hebben net alles geregeld en alles loopt goed. En we zijn juist zo blij dat u ons geholpen heeft. En vertelde, ja, u heeft een code 5-melding. En een code 5 is een nieuwe melding bij het BKR. Die is ingesteld sinds 2012. En dat is een melding van tussentijdse aanpassingen van bestaande kredietafspraken. Dus ik belde de bank weer op. Ik zei, het is allemaal opgelost, niks aan de hand. Code 5 melding, die heeft alleen maar mee te maken dat we het hebben aangepast. Nou, zegt die man, ik heb het ondertussen ook uitgezocht. En ik spijt me je te moeten meedelen, maar ook een code 5 melding is voor onze bank de reden om niet meer te praten met ondernemers. Ik moet uw afspraak afzeggen. U mag niet meer komen. Wij blokkeren al uw rekeningen. U dient
het krediet dat we hebben vastgezet direct aan te vullen. En doet u dat niet, dan geven we het uit handen aan bijzonder beheer. En we kregen zes werkdagen de tijd om alles in te lopen. Ja, ongekend. Ik zeg, bent u dus bereid om onze zaak en ons gezin over een paar dagen de nek om te draaien? Ja, zegt die man, dat zegt u eigenlijk wel goed zo. Echt waar, die man die begon te lachen. Ik zeg, ja, dat zegt u wel, ja, grappig dat u dat zo zegt. Ik zeg, meneer, dat kunt u toch niet menen? Maar hij meende het wel. Dus ja, wij besloten tot een echte bankrun. We zijn naar de bank gereden, we hebben nog met onze kaarten de laatste cashje eruit gepint, die we eruit konden pinnen. Want we wisten dat de boel geblokkeerd was en we wisten ook dat we dat niet binnen no time konden oplossen. Dus wij met z'n tweeën naar de bank pinnen daar en nog een paar honderd euro eruit gehaald. Denkende dat dat alleen maar uitstel van executie zou zijn. En dan zit je dan met z'n tweeën. Ja, wat is dan de enige juiste ding om te doen? Wijntje erbij, kaarsje aan, muziekje op. Elkaar aankijken. En elkaar heel suf aan zitten kijken. Klinkt allemaal heel ontspannen, maar we werden wel een beetje zenuwachtig. Ik was wel zenuwachtig. Jacques gaat stofzuigen, dus dan weet ik altijd, de hele avond staat stofzuigen. Ik denk, ja, oké, hier moet toch echt wel wat gebeuren. En ik weet echt niet wat de aanleiding was, maar besloten we om aandelen uit te gaan geven. Dat hebben we gedaan. We hebben een prospectus samengesteld s'avonds. En die hebben we gemaild naar ons netwerk, naar onze goede vrienden, familie, kennissen en goede zakenrelaties. En dat gooiden we eruit en we namen nog een wijntje. We denken, ja, we zien wel wat er gebeurt. We hebben nog 6 dagen, volgens mij 7. En ik heb geen idee, ik heb nooit aandelen uitgegeven. Ik heb zelfs nog nooit eentje gezien. Ik weet eigenlijk ook niet precies hoe het werkt, maar nog niet. Maar we hebben het gedaan en de volgende ochtend, Jacques ging werken, die moest lesgeven. En ik ga achter de computer zitten en echt om klokslag 9 uur gaat de telefoon. 50 aandelen verkocht. Ik denk, yes. Ja. Nog maar 49.950 te gaan, dat gaat echt goed. Dus ik was hartstikke blij, 50 aandelen. Ja, moet je voorstellen, het was eigenlijk een beetje geboren uit... we staan hier op een wat Nomads noemt een what the fuck lecture. Yeah. En wij zoiets van what the fuck, weet je wel. Het maakt ook niet meer uit, want we wisten niet meer wat we moesten doen. En we kopen 50 aandelen. En ik was een half uur verder en ik had 1500 aandelen verkocht, dus ik was compleet flabbergasted. En Jacques die komt terug van de sportlessen. Yeah. Zegt, hoe is het gegaan? Ik zeg, we hebben 1500 aandelen verkocht. Dus Jacques inderdaad, dat meen je niet. Ja, 1500 aandelen waren er nog lang niet, maar ongekend dat dan zou gebeuren. Dus toen dachten wij van, nou, als we dan toch met de billen bloot moeten en ons hele hebben en houden op straat moeten gooien en iedereen moeten vertellen dat we het niet meer redden, dan gaan we het eigenlijk maar goed doen ook. En we hebben het op Facebook gezet en op Twitter. En dat is echt, wat er toen is gebeurd, dat is echt ongekend. Ik denk dat achteraf gezien dat de mix van die what the fuck mentaliteit met complete openheid iets heeft getriggerd waardoor wij, we zaten natuurlijk ook in een hoek, dus je moet wat. En dat heeft iets in werking gezet wat we van zijn levensdagen niet verwacht hebben. Het begon te rollen en we zijn 6 dagen lang aan 1 stuk door orders blijven schrijven. We hebben in totaal 182, hoorde ik net, zo rond 120, 185. 185 aandeelhouders gekregen. En daarnaast hebben we honderden berichten gehad uit heel Nederland. Mensen die ons een hart onder de riem staken en die een berichtje stuurden en vertelden dat ze iets dergelijks hadden meegemaakt. Twan. Ah ja, Twan ook nog. Twan. Twan is mooi. Twan is een jongetje van 8 jaar en die was een van de eerste die kocht 50 aandelen. Die had in de krant gelezen, want we hadden zoiets van, nou, we gaan ook naar de pers natuurlijk. We benaderen de media, dus we hadden wat kranten aangeschreven. En we werden meteen overstelpt met verzoeken. We zijn op tv geweest, we hebben de radio geweest. Wie vergeet Twan? Algemeen Dagblad, ik ben bezig met Twan. Ik ben bezig met Twan. Ik bouw de spanning op naar Twan. Twan wel. Hij wil nog 50 aandelen. dus wat wij gedaan hebben, dat begon steeds met ons door te dringen. We zijn totaal spontaan, met ons rug tegen de muur, puur uit lijfsbehoud, zijn wij iets begonnen waar we echt helemaal geen idee van hadden wat het was. Maar puur uit gevoel zijn we iets begonnen wat blijkbaar een snaar raakte bij iedereen, waardoor wij
zes dagen lang overspoeld zijn met telefoontjes en mailtjes en bestellingen. En de hele wereld op zijn kop. Filmploegen bij ons thuis. Live in de uitzending op de radio. En het leuke is, want wat ik u vertel lijkt net of we het zelf hebben gedaan, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Wat wij gedaan hebben is het netwerk geactiveerd. Jullie zijn ons netwerk. Zonder jullie was er helemaal niks behalve een grappig idee. En iedereen sprong erin. Maar vergis je niet hoeveel mensen hierdoor geëmotioneerd raken die hetzelfde hadden meegemaakt. En hadden gewild misschien wel dat ze dat zelf op die manier hadden gedaan. Of nu bedenken dat ze het zelf kunnen gaan doen. En dat is natuurlijk het laatste wat de bank wil, is dat we hier met z'n allen onze eigen boontjes gaan dokken. Dus ja, maar denk er maar eens over na. Wat gebeurt er? Wij betalen alles keurig af en helemaal leuk. En een paar dagen later, vorige week, belt Jacques me en zegt, ga eens even zitten. Ik zeg, wat is er? Hij zegt, ik heb een brief gekregen van de bank. Ik denk, oh man, die trek ik niet nog een keer. En ze zegt, nee, ga eens zitten. En ik zeg, wat is er dan? Ze zegt, ik krijg net een brief. Ik zeg, ik zal hem je even voorlezen. Hij is van mevrouw De Ronde, directrice van de Rabobank. Geachte heer mevrouw Ramon, wegens de zeer goede omzetcijfers over 2012 verdubbelen we bij hierbij uw krediet. Echt waar. Nou, dus ik denk, dat kan je niet menen. Ja, inderdaad. Wat heeft het ons gebracht? Het heeft ons financiële vrijheid gebracht. Het heeft jullie 6% rente gebracht versus 1,5% bij de bank of zo. Wat jullie kregen. We hebben echt verschrikkelijk om gelachen. We hebben echt een hele waanzinnige tijd gehad. En het mooiste is dat we op 2018, als jullie dan allemaal nog aandeelhouders zijn, feestje. Een heel groot feest geven. Ja, want dat is de einddatum. Tegen die tijd hebben we al jullie aandelen weer teruggekocht. En straks gaan we lekker borrelen. Dus, Ik zou niet kunnen bedenken waarom een van jullie niet precies, jullie allemaal niet precies hetzelfde zouden doen. Als een van jullie ons aanschrijven met iets dergelijks, ons heb je, wij stappen in. En jullie kennen elkaar misschien ook niet allemaal, maar als we nou afspreken dat we met z'n allen, als we een keertje echt wat hebben, dit netwerk activeren, dan kan die bank wel dicht. Eigenlijk wil ik nu de mogelijkheid bieden voor een ieder die dat zou willen om een deel aandelen nog aan te schaffen als die dat willen. Maak die man los. Kom op. Maak die man los. 10, 11. Gaat u ook akkoord met 500 min 11? Ja. Of 489? Mijn vader wil 50 aandelen. Nou, wat gaan we eten? Dat is een broodje pinchos met Spaans tortilla. Daar zit allemaal groente in. En dan hebben we ook nog een pinchos met wasabi, mayonaise, rucola en garnaal. Eet smakelijk. Eet smakelijk, mensen. En de bar is open.